Ja, en zo druk en zo rumoerig als het zojuist was, zo rustig is het nu weer in onze studio, hè? Ja, maar ik moet wel zeggen, het bracht toch wel een stukje sfeer aan natuurlijk. Zo'n gezelschap. Dat was heel 100, erg leuk, heel 100, mooi. 100 mensen vanuit Boemeldonk. De Kaaiendonk, hè? Kaaiendonk, maar we gaan nou naar Boemeldonk, denk ik. We gaan nu naar Boemeldonk, ja. Maar die kunnen niet meer zoveel mensen komen, want die zijn klaar voor de grote optocht daar. Dus we hebben een heel klein gezelschap, maar wel twee heel belangrijke mensen die nu naar voren komen. Ik weet vanuit Boemeldonk. Yeah. Ja! Ja hoor! Kijk eens aan! Prins Jochem! Prins Jochem met zijn gevolg! Oh nee! Goedemorgen! Mag met het hele gevolg! Moet ik bij jou komen? Ja, kom even voor mij zitten. Zo, Atje. Ja. Prins Jochem, want het is, gisteren hebben jullie de kinderoptocht al gehad. Ja. Maar die was al bijna net zo groot als de grote optocht die vanmiddag gaat komen. Nou, ik mag wel zeggen, die was groter dit jaar dan de grote optocht die we krijgen. We hebben 128 deelnemers gehad gisteren. Ja, fantastische wagens, fantastische creaties. Van kinderen van 3 tot 16 jaar hebben er aan meegelopen. En meegereden met fantastische wagens, zelf gebouwd door ouders geholpen. Ja, het was een geweldige dag. Ja. We zeggen het heel vaak, de jeugd heeft de toekomst, maar dat blijkt dan ook weer wel natuurlijk, hè? Ja, en het is ook belangrijk dat je jeugd en toekomst hebt om die grote optocht in Boemeldonk zo op dit niveau te houden zoals die al jaren is. Mm-hmm. Dat hebben we altijd wel met Boemeldonk. Ja, jullie hebben ieder jaar een nieuwe prins, dus ieder jaar een nieuw gezicht. Prins Jochem, Meeuws heet je eigenlijk, ja, hè? Ja. Hoe kom je aan die naam, Jochem? Of is dat je voornaam? Nee, mijn voornaam is John. Ja? Mijn eerste doopnaam is Joachim. Ja. Maar mijn opa die heette Jochem. Ja. En er was al eens een... Ik heb een bijnaam en dat is Joep op mijn werk. En dat vond ik een mooie naam, maar er is al eens een prins Joep geweest in Boemeldonk. Ja. En daarom dacht ik met een Joachim, voor mijn opa, leuk. Ja. Maar wat ik mij eigenlijk afvraag, Boemeldonk, ik kijk er altijd met weemoed naartoe, echt met respect. Jullie hoeven maar een blik open te trekken en dan hebben jullie een nieuwe prins. Want namelijk, in Boemeldonk mag je maar 1 jaar prins zijn. Ja. En hoe komt dat nu dat bij Boemeldonk bijvoorbeeld het absoluut geen probleem is om een goede prins te krijgen elk jaar? Ja, het is een erebaan natuurlijk in Boemeldonk als je 3 maanden prins mag zijn. Dit jaar bijna 4 met zo'n lang seizoen. En er zijn zoveel mensen die dit heel graag willen doen. Ze staan in de rij bij wijze van spreken om prins te worden bij ons. En is dat zo, als ik goed ben geïnformeerd, de prins wordt gekozen door de Senaat? Gedeeltelijk. De mensen... Binnen Boemeldonk kunnen mensen voordragen. Uit die lijst van voorgedragen personen worden volgens mij 11 namen door de Senaat geselecteerd. En uit die 11 gaat het bestuur 3 personen kiezen waarmee ze eventueel een prins... Want volgens mij zit de voorzitter, hè? Is dat toch? Nee, maar wel heel belangrijk. Theo toch, hè? Ik ben Theo van den Hoofd, inderdaad. Ja. Ik ben bestuurslid... Van de bak 1, nee, niet van de Senaat, van het dagelijks bestuur eigenlijk. Dagelijks bestuur. Heel belangrijk. Dus 1 van de 7. Ja. En onze voorzitter, dat is Ella Snoek. Oh ja, tuurlijk. En voor het eerst hebben wij een vrouwelijke voorzitter. Ja, dus. Ja want die hebben we even kijken. Afgelopen vrijdag is zij nog bij ons in de uitzending geweest om reclame te maken. Ja. Mensen op te roepen om naar de optocht van Boemeldonk te komen. Ja. Zullen we nog eventjes gaan kijken naar beelden van vorig jaar van de optocht van Boemeldonk? Want vanmiddag gaat hij weer door jullie straten trekken. Om 2:30 beginnen we half op 2. De markt. Ja, nou we gaan even kijken naar de beelden van, tenminste kort eventjes, de beelden van de optocht van vorig jaar. Komt aan. Beste carnavalsvierders, de bak van Boemeldonk en al haar Boemeldonkers nodigen u van harte uit voor de grootste carnavalsoptocht van de Baronie. Carnavalszondag vanaf 2:30. De toegang is gratis en voorop, maar een vrijwillige bijdrage aan de schooiwagen wordt zeer op prijs gesteld. Dus beste mensen, tot carnavalszondag in Boemeldonk. Ja,
wij gaan hem straks wel uitzenden bij Baronie TV vanaf 3 uur. Maar ja, het is zo prachtig weer. Iedereen moet natuurlijk naar Boemeldonk komen. Hè? Want mensen die dat niet kunnen, ziek zijn of gehandicapt of wat dan ook. Nou ja, die mogen naar de tv kijken. Maar de rest allemaal naar de optocht komen kijken natuurlijk. Hè? Ja, uiteraard. Daar gaat het natuurlijk om. En zeker met dit weer en die pracht aan kleuren die wagens allemaal dragen. Dan moet bij dit zonnetje een geweldig aanblik worden. Ja, ja. Nou, u zei net al van kleuren. Dan kan ik even een bruggetje maken naar het schilderij. Want wij hebben daar het schilderij. En wij willen vragen of dat de prins van Boemeldonk, prins Jochem, ook eventjes zijn bijdrage wil gaan leveren. Gaat dat lukken? Dat gaan we zeker doen, ja. En zullen we dan ondertussen ook kijken naar het liedje van Dubbelzicht? Want dat is jullie carnavalsliedje van het jaar. Hartstikke mooi. Geweldig. Hebben de vakjuryprijs gewonnen daarmee? Ja. Ja. Ik wil zeggen, dat kan niemand op mijn stoel waaien. Als je dat hoort, hè? Ja. Maar ja, de kijker van Baronie TV beslist natuurlijk wie de winnaar gaat worden 2014. Ja, hè? Maar zij komen in ieder geval dinsdagavond ook nog eventjes langs hier om de prijs in ontvangst te nemen van de vakjury. We dragen het op handen, Dubbelzicht. Ja. Zullen wij die kant op gaan, dan gaan wij ondertussen ook kijken naar het liedje van Dubbelzicht. En eens even kijken. We lopen die kant alvast op. Zak maar door uw knieën, want zakken is gezond. We draaien het op handen, draaien in het rond. En al die nou niet meedoet, blijft maar zitten op zijn kont. We draaien het op handen, draaien in het rond. Zak maar door uw knieën, want zakken is gezond. We draaien het op handen, draaien in het rond. En al die nou niet meedoet, blijft maar zitten op zijn kont. Glaske vol, dat moet in Boemeldonk. We dragen het op handen en zo naar onze mond. We dragen het op handen, draaien in het rond. Zak maar de knieën, want zakken is gezond. We dragen het op handen, draaien in het rond. En al die nou niet meedoet, blijft maar zitten op zijn kont. We dragen het op handen, draaien in het rond. Zak maar de knieën, want zakken is gezond. We de rop tocht in, de rop tocht uit, mag niet in Boemeldonk. De markt op, de markt af, dat mag in Boemeldonk. Hoe glaske leeg, hoe glaske vol, dat moet in Boemeldonk. We dragen het op handen en zo naar onze mond. We dragen het op handen, draaien in het rond. Zak maar door uw knieën, want zakken is gezond. We dragen het op handen, draaien in het rond. En al die nou niet meedoet, blijft maar zitten op zijn kont. We dragen het op handen, draaien in het rond. Zak maar door uw knieën, want zakken is gezond. We dragen het op handen, draaien in het rond. En al die nou niet meedoet, blijft maar zitten op zijn kont. En we dragen het op aan, het liedje van Boemeldonk. Nou, het lukt wel, zie ik, hè? Ja, het gaat best. De kleuren van de bakkenbietje van Boemeldonk. Oh ja. Ja, daar wordt er natuurlijk ook bij, hè? Werken. Ja, prinsen schilderen, prinsen. Dus nog even dat stukje. Moeten we niet over die knopjes schilderen, hè? Nee, die laten we open. Ja, die moeten nog een ander kleurtje krijgen. Dat mag een ander. Ja, dan geeft dat niet anders. Moet je overlaten wat op collega's. Ja, dat is waar. Nou, over collega's gesproken. Volgens mij staat de prins van Lage Zwaluwe staat ook al te popelen om binnen te komen. Mag ik er niet bij komen? Graag. Ja, oké. Okay. Atje, en het is weer een gezelschap, jongen uit Lagerswalen, jongen. Want, altijd, hè? Hartelijk welkom hier, hè? Dankjewel. Ik zou zeggen van, kom op met uw gezelschap even, want ook weer hier zo in Baronie TV. Zeker, van elke dag komen we weer, hè? Altijd gezellig. Altijd gezellig en het, een heel kleurrijk gezelschap. Ik zou zeggen, hooguit, neemt u even hier plaats. Misschien dan met de oudste en misschien dan met de jongste, want ik zie dat er nog heel wat opkomst is. Jeugdige opkomst. Ja, dat is altijd belangrijk natuurlijk.
Zo dadelijk om 1 uur, dan praat ik weer even met de prins van Boemeldonk, want dan kunnen hun gaan installeren. Dan op de markt van Prinsenbeek wordt u gelanceerd, ja. Gepresenteerd. Word ik gepresenteerd voor al het publiek. Ja. En ja, ik ben natuurlijk gepresenteerd op 11 van de 11e, maar vanmiddag voor al het publiek wat buiten Boemeldonk komt, ja. Die kunnen dan kennis maken met mij. En dat is geloof ik best een beetje eng, hè? Want dan moet je toch in zo'n... Dat is elke keer wat anders. Oh, zie je iedere keer wat anders. De bak is in samenwerking met de carnavalsclub waar ik bij zit, of de vriendenclub waar je bij zit, die organiseren wat. Ja. En ik weet nog helemaal van niks. Oh, je weet helemaal niet hoe dat gaat. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, oké. Dus wachten maar af hoe dat gaat, ja. Allemaal. Ja. Het lijkt me wel spannend. Het zal vanmiddag wel op Barodie TV te zien. Ja, 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 we gaan dat in ieder geval ook filmen. Ja. En dan straks de grote optocht vanaf 3 uur gaan we hem uitzenden op deze zender. Maar nogmaals, kom, hè, want ik vind altijd heel erg belangrijk dat mensen naar de optocht komen kijken. Als je het live meemaakt is het altijd leuk. Ja, zeker met deze weersomstandigheden. Ik heb gehoord dat de A16 bij wijze van spreken voor de optocht bijna al vol zit. De enige file vanmiddag om 1 uur is op de A16 afslag Prinsenbeek Breda. Ze zeggen wel eens, dromen kun je ook met ogen open. En eigenlijk als je vanmiddag naar Boemeldonk komt, hè, kunnen dus echt dromen met open ogen van de pracht en praal van de praalwagens. Inderdaad. Hè? Verkeersinformatie. We hebben vanmorgen een rondje gemaakt langs de grootste wagens. En het wordt echt een heel groot spektakel, elk jaar weer. Maar hoe doen jullie dat nou bijvoorbeeld met de kinderoptocht? Jullie hebben 1200 deelnemers in de kinderoptocht. Waar je 1200 deelnemers hebt, plus dan misschien de opa's, de oma's, de ooms en de tantes. Dat kan toch nooit in één café? Nee, maar wij hebben verschillende cafés. We hebben ook een zaal, de oud papierzaal in de Drie Linden. En daar wordt de prijsuitreiking elk jaar gehouden, maar dat gaat in etappes. Dus het gaat niet allemaal gelijk. Nee, maar als je 11.000 inwoners hebt tijdens Prinsenbeek, hè? Hoe zit het dan? Hebben jullie dan nog wel publiek eigenlijk uit eigen... Ja, natuurlijk. Bij zo'n kinderoptocht, de kinderen doen mee. Wat ondersteuning van de ouders. Ja, ja, de ja. grotere wagens van de kinderoptocht. Vaak gebouwd met hulp van de ouders. Dat mag. Maar waar ik stond gisteren op de markt, dan was het toch echt wel heel druk. En ik denk dat menig dorp voor een grote optocht al jaloers kan zijn op de Boemeldonkse kinderoptocht. Dat denk ik ook wel. Nou, wij gaan praten met de prins van Lage Zwaluwe. Nog eventjes heel kort. Zondag, maandag en dinsdag zijn ook nog carnavalsdagen. Programma voor maandag en dinsdag in Boemeldonk. Ja, er zijn allerlei activiteiten en met dit weer zeker ook buiten. Maar voornamelijk in de cafés, in onze horecagelegenheden. Ja. Dinsdag is het voor het gevolg een vrije dag eigenlijk tot 's avonds een uur of 7. Want dan beginnen we met onze laatste plichtplegingen. En als het dan eenmaal een uur of 11 is, dan legt ook onze hoogrijk prins op. Ik zie hem al een beetje triest kijken. Ja. En de hofdames worden ook teruggegeven aan hun eigen vereniging, hè? Ja. Ja. Dat is ook mooi natuurlijk. Ja, dat is mooi, hè? We zijn ook maar eenmalig hofdame. Ja. Dus, eenmalig ook, ja. Hè? Ja. Ik ga handen schudden met Boemeldonk. Ik wens jullie heel veel succes vanmiddag. Heel veel succes. Ja, en maandag en dinsdag overigens is het wagentjes kijken in... dat moet ik ook niet vergeten, hè? Op de markt. Maandag en dinsdag zie je de pracht en de praal, hè? 11 meter hoog, maximale hoogte van de wagens. Dus. En... Dan zeggen wij hallo. Wies Bosrakkers. Goedemorgen. Boemeldonk, ik zal het even op zijn Brabant zeggen. Houden en bedankt. Bedankt. Heel veel succes. En ik weet er succes, hè. De Wies Bosrakkers. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, maar wij vinden het altijd heel erg leuk als jullie er zijn. Hè? Want dan klinkt het bijna alsof het een moeten is, maar dat is natuurlijk niet. Wij vinden het hartstikke mooi. Want Lage Zwaluwe, een klein dorpje, maar wel met heel veel mensen hier. Ja, een klein dorpje, maar wel, misschien lang. Wel het langste dorp. Bijna wel, ja. Als je wil het niet kruipen van begin tot het eind. Dan heb je kapotte knieën. Dat is nogal een eind, denk ik. Ja, zeker. Want als je helemaal aan het eind woont... Ik kom ook naar het andere eind. Hoeveel kilometer is dat? Nou, daar kan ik de voorzitter wel vragen, want die heeft het gisteren gelopen. Oh, oké. Ben ik ook mijn rijbewijs kwijt dan? Eventjes via de microfoon. Weet jij hoeveel kilometer het is dan? Nou, het zal een kilometer of 4 zijn, denk ik. Dat is toch een heel eind. Ja. Ja. Want Lage Zwaluwe is eigenlijk op een dijk gebouwd, hè? Ja. Toch? Van oudsher de dijk en daar zijn ze gewoon bij bepaalde straten naar beneden gegaan. Mm-hmm. En dat is op een gegeven moment is dat helemaal dicht gebouwd en dat is Zwaluwe. Ja. Lage Zwaluwe. Ja. Ja. Wat nou het verschil tussen Hoge Zwaluwe en Lage Zwaluwe? Want ik was een keer op een
Een station in Peking was dat, geloof ik. Ik zeg, mag ik een treinkaartje naar Zwaluwe? En weet je wat die vrouw toen aan mij vroeg? Hoge of lage Zwaluwe? Dus dat moet ik niet vragen hoe bekend dat jullie zijn. Ja, lage Zwaluwe vanwege de storing, hè. Altijd als er een storing bij de NS is het altijd lage Zwaluwe. Ja. Nou, hoor ik op de achtergrond. Ja. De jongste Biesbos rakken. Ja, de jongste Biesbos rakken. Ja, dat is onze Luc. Is dat onze Luc? Onze Luc komt er een beetje bij. Ja, laten we onze Luc eens even kijken. Vorig jaar zat nog in het buikje, nou is het eruit. Ik moet wel zeggen, hij ziet er heel mooi uit. Wil je nog even wat laten horen? Hij lijkt een beetje op Ad Romein. Ja, hiermee bedoel ik eigenlijk ook nog weinig haar. Oh, tenminste. Ja, leuk hè. Ja, dat is gezellig hè. Hij heeft eigenlijk de lach al van een jeugdprins. Laten we daar maar mee beginnen hè. Dat denk ik ook wel. Ja? Ik denk dat hij later een hele goede jeugdprins is. Ja. Misschien wel een echte volwassen prins kan worden. Ja. Dat is hier het, hè? Met die jeugd heeft de toekomst. Ja, wordt met de paplepel ingevoerd. Ja? Hij heeft er echt misschien, heel veel zin in, hè? Ja, zo'n roze gezichtje. Misschien is dat wel de babyprins van Lage Zwaluwe. Nou, dat weet ik niet. Laten we dat even opnemen. Dames en heren, beste kijkers van Barrenie TV, hier is de babyprins van Lage Zwaluwe. Ja! Hallo! En dan horen wij meteen. Onze hoofdkapel. Oh, de hoofdkapel natuurlijk, hè? Ja, typisch niks. Typisch niks. Nou, dat moet ik niet zeggen, hè? Want ik heb ze al meerdere keren gehoord. Het is typisch wat, hè? Oh, ja, oké. Okay. Nou, dan denk ik dat ze misschien een nieuwe naam moeten verzinnen. Ja, eigenlijk wel. Laten we typisch niks houden. En laten we horen wat ze kunnen spelen. Zeker weten. Typisch niks. De Biesbos. Rak, rak, rijk, rak, 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 rakkers. Leuk, hè? En dat is maar goed dat we nu langskomen. Hier op dinsdag. Typisch niks. Nou, typisch wat, hè? Dat is waar. Ik vond het erg goed klinken. Dat zal in zijn lage Zwaluwe wel volle feest zijn. En de babyprins heeft daar ook weer erg van genoten, zie ik wel. Hè? Jazeker. Ik sta inmiddels bij het schilderij niet met de prinsen dit keer. Nee. Want die heeft geen talent om te schilderen, begrijp ik. Nee. Schilderen laten we aan Peter over. Ja. En wie ben jij dan? Ik ben de Bob.
De Bob. Ik ben de Bob. Oh, ben jij nou de Bob? Ik ben de Bob. Altijd ja, ben jij altijd de Bob? Altijd de Bob. Oh, ja. Wat een taak. Ja. Maar je vervult hem met verven. Ik vervul hem. Mee verven, hè? Ja, daarom. Ja. Nou, prinsen schilderen. Ja, in dit geval is het geen prinsen schilderen prinsen, maar Bob schildert prinsen. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Michel, ga maar ondertussen best een beetje doorpraten met de prins, zou ik zeggen. Jongen, ik praat heel graag met prins Hendrik de eerste nog. Want, maar, prins Hendrik, jullie hebben een bepaald motto. Ja, die hebben wij. En hoe dragen jullie dat uit? Door middel van lekker drankje te nemen, op, we hebben de smaak te pakken. Dus dat is het motto van het Biesbokkenhaken, we hebben de smaak te pakken. Ja. En hoe kan ik die smaak dan te pakken krijgen? Kan ik die, heel makkelijk, door we pakken even twee glaasjes. Oh ja, dat is geen probleem hoor. Aangeboden door de Zwaluws IJsclub. Hij gaat goed, Het Schepperke. Het Zwaluws Antivries. Oh. En dat wil zeggen, dus, dus als je dit drinkt... Dan kun je heel carnaval er tegenaan. Ja, en een Bob mag je dat ook drinken? Nee, onze Bob mag het niet drinken. De telefoon gaat al meteen. Ja, maar ik heb ook een Bob en dat is Theo Galder. En Theo, dat is een, mijn Bob. Dus ik zou zeggen van, prins, op de geneugte van de Biesbosrakkers. Zeker weten. En ik zal even kijken of dat hij smakt. Nou, Mechel, hier, de Bob heeft het in ieder geval goed gedaan. En hij gaat nog even die twee knokschaten, want die had de prins van Boemeldonk had hij overgelaten. Mag je dan nog even een heel klein kwastje? Had je gemist, maar jongen? Ja, maar ik kom denk ik wel die kant op, joh. Ik hoor het allemaal wel. Jullie zitten aan een lekker drankje. Oh, ja. Nog even dit. Nog even dit. Dat is maar goed. Zo, heel, ja. Ja. Goeie antivries. Ja. Nou, we vinden het goed, hè? We vinden het goed. Ja, Bob en ik vinden het goed, hoor. Wij vinden het buitengewoon. Buitengewoon. Zijn telefoon stond de hele tijd al te rinkelen van allemaal enthousiaste mensen die... Enthousiaste mensen die mij nou willen bellen. Ja, of dat geen zwart bij hun wil komen verven. Wil komen verven. Goed zo. Dat was het schilderen. Ja, oké. David van Marwijk, pracht van een artiest bij jullie in het dorp, kon er helaas vandaag niet bij zijn. Helaas was hij niet mee. Een grote fan van een aantal medewerkers hier van Baronie TV. Ik vind dat David een ambassadeur is eigenlijk van jullie. Biesbosrijk. Klopt. Hij doet het ontzettend goed. Ja. Kijkers kunnen erop stemmen. Zeker weten. Zeker stemmen op David van Marwijk. Ja, natuurlijk. En ik ben er 100% zeker van. Dat jullie er ook allemaal achter staan. Waar en wanneer eindigt het carnaval dinsdag in Biesbosrakkers? Blijft moeilijk, hè? Blijft moeilijk. Biesbosrakkers. Ja, ik heb net een staande laten trekken. Dus. Ja, in de Domp, daar om 11 over 11 word ik uit mijn functie ontheven voor dit jaar. En dan gaan we nog wel even daarna doorfeesten. Maar dan is het voor het officiële gedeelte van carnaval in ieder geval afgelopen. Jij zegt wel iets van, we nemen afscheid. Betekent dat we misschien afscheid moeten nemen van... Ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik hoop het niet. Nee, toch hè? Dat weten we volgend jaar. Dat weten we volgend jaar pas. Maar in ieder geval, de uitnodiging staat er om volgend jaar terug te komen hier bij het Baronie TV. Ja. Zullen we nog eventjes een klein stukje luisteren naar Typisch Niks? Dat gaan we over daarna in het clipje van David van Marwijk. Ja. Want ik moet ook een beetje promoten. En we danken jullie voor de komst. Dit is als het goed maakt, jongen.
De boerenkiel die gaat weer aan, om hoe ze pas weer uit te gaan met carnaval. Alle zorgen en problemen zijn verdwenen met het feest. Het wordt pas echt gezellig wanneer jij hier bent geweest. Het hele land ligt op zijn gat, van oet tot onder stamperschap met carnaval. De elfde van de elfde, daar gaan we al van start. Het voorbereiden van het feest, dat zit diep in mijn hart. Hoe kouder het gaat worden, hoe meer dat ik verlang naar het feest in februari, ik hou mezelf niet in bedwang. Wanneer je in het zuiden bent, dan weet je hoe je ons herkent met carnaval. De boerenkiel die gaat weer aan, om hoe ze pas weer uit te gaan met carnaval. Alle zorgen en problemen zijn verdwenen met het feest. Het wordt pas echt gezellig wanneer jij bent geweest. Het hele land ligt op zijn gat, van oet tot op de stamperschat met carnaval. Een leven zonder carnaval, dat is echt niets voor mij. De zorgen zijn verdwenen en iedereen is blij. 5 dagen in het jaar laten wij ons lekker gaan. En iedereen geniet, dat is waar wij van bestaan. Wanneer je in het zuiden bent, dan weet je hoe je ons herkent met carnaval. De boerenkeel die gaat weer aan, om moet ze pas weer uit te gaan met carnaval. Alle zorgen en problemen zijn verdwenen met het feest. Het wordt pas echt gezellig wanneer jij bent geweest. Het hele land ligt op zijn gat, van oet tot onder stamperschap met carnaval. La 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 la. Zuiden bent, dan weet je hoe je ons herkent met carnaval. De boerenkiel die gaat weer aan, de moer ze pas weer uit te gaan met carnaval. Alle zorgen en problemen zijn verdwenen met het feest. Het wordt pas echt gezellig wanneer jij hier bent geweest. Het hele land ligt op zijn gat, van oet tot onder stamperschap met.